We zijn weer terug. Gaan we even kijken of het nu beter is. Jongens, ik ga weer met de flesje in beeld. En laat het weten op het moment dat die er staat. Oké, jongens. En zelfs daar gewoon weer lekker. Ja? En nee, dit is geen sluitreclame. Dit is een hele duidelijke reclame. Yo. Kijk, Zetteremie heeft hem al gehad. Nou, dat viel best wel mee. Beter. Mooi. Dan gaan we weer door. Ik ben er weer. Is het irritant? Oh. Feitelijk terug, ook al ziet niemand het geeft niet. Het gaat om het idee, Sanne. Ik zwaai ook terwijl ik niemand terug zie zwaaien. Dus, hallo! Hoi! Hoi! Hallo! Ik ga er ook nog heel blij bij praten en zo. Dat is wel... Iemand nog input voor de vragenlijst? What did you do with a guy? Nee. Die was wel heel subtiel, hè? Oké. Okay. Yes. No, dat hoef je. Dat hoeft niet hoor, Emil. Ik hoef het niet te weten, namelijk. Elevator tour, dat mag ook. Hey, no. Jongens, we zijn alweer bijna klaar met Little Lama Land. Ga toch gewoon dit doen, hè? Hij luistert. Ja, woehoe! Als het goed is... Moet er nou zo'n shell hier komen? Waar is de goddamn shell? No shell betekent no fun en no fun betekent no 100 coins. Dus kijk wat dat ding te zeggen heeft. Ja, dan moet hij er wel zijn! Goed, we'll have it your way. Ik ga het wel gewoon op de harde manier doen. Dat is een vliegding. Kan ook best leuk zijn. Want zoals ik al zei, ik kan niet vliegen. Ik ga ook gewoon die red coins pakken. Oh nee! What? Guys, I'm glitching again! Dit sloeg weer helemaal nergens op. Een paar wiki quotes erin zitten. Ja, een paar bots met mijn quotes. Nou, dat zal wat worden. Wat een leuke bot dan. Let's kill everything. Ga toch eens. Zo. Niet dat ik daar munten voor kreeg van mij. Ja, nee, Sanne, helemaal mee eens. Dat is ook de reden dat ik zeg, ik ga hier niet aan mee. Dus ik hem bijna met mijn kont. Ja, dat is wel een leuke quote. Die gaan we erin houden, voor een tijdje. Of zo, weet ik veel. Jullie mogen het bepalen, hé. Springen werkt altijd. En zo waren er ineens twee minder. Woehoe. Au. Ga toch weg!
Wat? Springen werkt altijd! Wat is dit? What kind of sorcery is this? En nee, die gaan we er niet in. Ai, jee! Ik ga toch dood? Dat is een self-experiment. Jongen. En nee, dit was niet de lag. Ik was gewoon een beetje scroll, derpy bezig. Of hoe dat ook in de volksmond gezegd wordt. Ik weet dat daar nog ergens een oogbal zit. Die ik nog kan verslaan. Er zijn ook weer 5 munten erbij. Ik zit trouwens even hard op te rekenen hoe ik het met de munten ga doen. Als ze daar nog achter zijn, is er nog een oog ergens daar. Oh. Well, that's just great! Ga eens even terug naar het oog. Oké, dat was een heel weird fluit volgens mij. Sorry. Ja, je maakt gebruik van de IRC-chat, oké. Okay. Welke comment van Peter gaat het eigenlijk over, Shanti? Want ik heb al een hele flinke comment gezien van Peter hier. Op de gewone usual Twitch-chat. Nou! Oh, ik sprong er gewoon overheen. Die bullies zijn niet aardig. Ah. Ja, dat is over het algemeen dat bullies niet aardig zijn. Au. Zag je het? Ik sloeg hem weer bijna met mijn kont. Uh, 73. Heb ik genoeg? Of zijn er nog echt... Ja, er zijn nog coins te krijgen als het is. Oh, kijk. Ik weet niet wat ik ook... Hoe ik het ook weer vorige keer uitgerekend had. Maar, ik denk dat ik die 4 nog mee pak als ik daar kan komen. En dan... Oh, wacht even. Ja, dit gaat natuurlijk sowieso niet werken. Derp. Never mind. I just waste my time. Om die 100 coins te krijgen, moet ik natuurlijk in de vulkaan, maar als ik in de vulkaan ga. Yo, never mind. Ik ga gewoon dat ding pakken. Super! Ah! Dat was gemeen! Derp. Ja, dat. Echt, Shanti, ga nou niet quoten. Want dan ben ik er ook nog wel een. Goed. Nou, that's a waste of time. Ik heb geen zin om alles weer opnieuw te doen, trouwens. Ronbot. Emiel, dat meen je niet! Sorry. Ik moest het gewoon even zeggen. kijk, deze moest ik hebben. Jongens. Let's go to the ride of awesomeness! Woo! Ah, wat? Ga weg! Ben ik hem nu al kwijt? Ah! Nou, ik moest toch nog een paar dingen doen. Oog. Ah, daar. Dat is zo'n quote komt, ja. Maar dan hoeft er geen wikibot te komen hoor, dat hoeft van mij echt niet. Dat is dan weer too much honor. En we crashed out. Dat is pech, de Shell weg, ja.
Dat is inderdaad veel pech. Ah, dus balen, nu halen. Dat er inderdaad zo'n quote komt, ja, dat is wel leuk op zich. Maar, Emiel, ben je dan niet bang dat iedereen de rondbot gaat abusen? Nou, ik was te vroeg. Oeps. Maakt niet uit. I promise. I will. Nou, gaan we nog een keer die shell halen, hè? Hopen dat hij deze keer niet vergaat. Dat schoot niet echt heel erg op. Erg geluiden maken, ja. Sanne, dat is een van mijn handelsmerken. Jij wil mij niet op YouTube zien, want dan word je... Nou ja, daar zie je me sowieso niet, want er heb ik geen facecam. Maar daar word je... Ja... Daar is het normaal gesproken nog 3 keer zo erg. Oké. En pakken we ook meteen de levens mee. Weet je hoe makkelijk deze nou gaat? Let op, hè? Let op. Jump! Woo! Ik dacht dat ze makkelijk gingen, maar dat lijkt toch nog tegen te vallen. Als dat zijn er 2. Wat is nummer 3? Zelfs mijn catchphrase. Ja, mijn catchphrase is best leuk. Althans, dat vinden veel mensen. Jongens, dit is echt levensgrinden F2. Even, want daar zaten geen muurtjes. Pak meteen de 8 red coins mee. Die heb ik meteen gehad. Nee! Voor de mensen die het niet weten, ik heb een YouTube kanaal en ik heb een catchphrase. Bij iedere start. Ik heb er wel positieve feedback over gehad, dat het wel origineel was. Dus dat is dan weer on the positive side. Oh, ik sprong er overheen. Dat was niet de bedoeling. Uh-oh. Ah, ik heb nou wel zat munten. Moet ik nu al gaan redden? Dan moet ik natuurlijk niet doodgaan! Holy jee. Goed zo. Nee, Sanne, nee. Het lukt niet. Ik moet 11 munten hebben. Nou, die ga ik binnen wel halen. I hope. Anders heb ik echt een groot probleem. Weet je hoeveel munten er binnen zitten? Jammer, te laat. Ik hoop echt dat ik genoeg heb, anders... Ja, dit moet...